Hey guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. De eerste video van 2018. Ik vind het leuk. Ik heb het warm, want ik ben echt van alles en nog wat aan het doen. En Elijah wil niet slapen en weet ik veel, bla bla. Maar ik dacht, ik moet eindelijk deze video gaan opnemen. Het heeft even geduurd, ik was ziek, bla bla bla. Er gebeurt zoveel, life happens, shit happens. Dus vandaar dat deze video nu pas online komt. En dat gaat over de Salon Straight. Dit is een borstel die je haar stijl maakt. Een mooie golfachtige, weet je, dus geen stijlding iets. Het is echt alleen met de hitte en de borstel zelf. Deze kan je kopen bij bol.com. Wat staat erop? Ceramic bristles, dus het is van keramiek. Hij gaat tot 220 graden. Je kan 4 temperaturen kan je instellen. The straightening brush that makes it easy. Ik ga mijn geluid uit doen. That makes it easy to get silky sexy straight hair in minutes. Nou, dat wil je. Dus dit is de star of the video. Nou heb ik ook nog wat andere dingen. Ga ik heel even snel laten zien. Dat is iets nieuws wat ik test. Dat is de Gliscure Hair Repair Line with Keratin. Dat is deze zwarte. We hebben hier de shampoo en dit is de conditioner. En die heb ik nu 4 keer gebruikt of zo. Ik was mijn haar niet zo heel vaak. En dit is gewoon hoe het opgedroogd is. Zonder föhn of iets. Dan moet ik wel zeggen, ik heb ook wel dat serum gebruikt op het einde. Dat gebruik ik dan ongeveer vanaf hier, zeg maar. Kun je nagaan dat vorig jaar in januari, volgens mij had ik mijn haar geknipt tot hier of zo. Kun je nagaan dat dit gegroeid is. Oké, maar we wijken af van het verhaal. Dus nieuwe shampoo en conditioner die ik aan het testen ben. Heel fijn. Het enige nadeel is, even kijken hoor. Hij is wel parabenenvrij, maar er zit wel SLS in en dat soort dingen. SLS stript je haar van je natuurlijke vetten, laat ik het zo zeggen. Correct me if I'm wrong. Er zit keratine in, maar er zit echt heel weinig keratine in. Als je gaat kopen, als je gaat kijken naar shampoos en zo, de eerste 5 tot 7 zeggen ze ingrediënten. Ingrediënten zijn de ingrediënten die de meest erin zitten. En als ik dan ga kijken naar keratine. Nou, dat staat bijna op het eind. Dus zoveel keratine zit er niet in. Maar ik moet zeggen, ik merk wel dat mijn haar. Kijk dan, zo droogde mijn haar nooit op. Als mijn haar zo opdroogde, vroeger, ging ik gewoon met mijn haar wassen, dan naar buiten en dan gewoon klaar. Dit heb ik echt nog nooit gehad. En ik gebruik nu L'Oreal, waar ik heel tevreden mee ben. Maar dit, hier ben ik echt blij mee. Serum vind ik ook heel fijn. Het is geen Moroccan oil, daar ben ik echt heel gek op. Maar ja, kijk, het doet wel genoeg voor mijn haar. Dus ik vind het eigenlijk best wel fijn. Hier zitten ook nog wat oliën in en dat soort dingen. Hij is gewoon heel fijn. Dat heb ik dus wel gebruikt, maar nu gaan we naar de borstel. Oké, dit is de borstel. Ik heb hem al even aangezet. Je kan hem op 160, 180, 200 en 220 graden. Wow, hij is echt warm. 220 graden worden. Je hebt een aan- en uitknop. En een ready lampje. Nou, als die groen is, dan is die klaar. Het duurt wel even, moet ik zeggen. Hij is vrij zwaar. Dus ik ben benieuwd hoe ik dit ga vinden. We laten hem even opwarmen. Dan ga ik heel even mijn haar nog uitkammen. Ik heb vanochtend dus mijn haar gewassen. Toen heb ik het gekamd. Kijk, nu gaan mijn krulletjes al weg. Gekamd en toen het serum gezet. Dus ik ben benieuwd. Tussen moeten we toch wachten op dit ding. Hoe was jullie oud en nieuw? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ik heb dit jaar echt voor het eerst gewoon niet gehuild met oud en nieuw. Dus ben ik heel emotioneel. Ik ben echt een janker hoor, echt waar. Maar dit jaar heb ik gewoon niet gehuild. Normaal huil ik met oud en nieuw. Dan ben ik zo emotioneel, want alles verandert, bla bla bla. Dus ja, ik ga trouwens even kijken of ik wel een zeer... Oh, ik heb het boekje niet meer. Ik ga nog een klein beetje serum erin doen. Heel klein beetje, gewoon voor het gevoel. Maar ja, mijn oud en nieuw was leuk. Mijn kerst was leuk. Mijn kerstboom staat er nog wel hier aan deze kant. En ik zie ook dat ik eigenlijk mijn achtergrond even had moeten strijken. Sorry. Oké, hij is klaar. Dus we gaan het proberen. Ik pak gewoon even een stuk. Zodat we het goed kunnen zien. Kijk, op zich is dit wel mooi. Maar het is natuurlijk een borstel, dus ik hoef geen kam te gebruiken. We gaan het gewoon proberen. Hey, kijk dan. Jongen. Nou. Zo nice.
Auw, je moet niet te hard met je hoofd. De borstel op je hoofd doen in ieder geval. Kijk, wacht, ik ga je het verschil laten zien met die andere kant. Je ziet het gewoon al. Kijk dan. Nice. Oké. En dit lijkt me trouwens ook veel beter voor je haar dan het maar stylen. Nou, in principe was het 2 keer genoeg geweest. Oké, ik ga even de rest van mijn haar doen. Ik ben echt benieuwd. Oké, ik heb 1 stuk gedaan en dit is gewoon letterlijk 2 minuten. 2 minuten! Ik heb mijn haar in 4 stukken verdeeld. En nou... Oké, kijk, dit is dus mijn haar zonder stijlen en dit is met... Het is beide mooi hoor, niet daarvan. Maar kijk dan, wat een verschil. Wow. Trouwens, ik ga intussen even verder met die andere kant. Ik denk dat het wel goed is om serum in je haar te doen. Want het beschermt sowieso wel. En dan heb ik ook het gevoel dat die borsteltjes er wat beter doorheen... Ik wil mijn haar gaan borstelen, maar dat hoeft dus niet. Kijk, 1, 2. Oké. Hier nog even. Nou, ik vind het echt super nice. Oké, we gaan deze even wat sneller doen. Als ik nou gewoon zo ga komen dan. Oké, niet te snel dus. Iets langzamer. Maar hier ben ik echt blij mee, mensen. Wauw. Dit is een goed begin van 2018, deze video. Oké, ik heb alles een beetje gedaan. Ik heb deze in stukken gedaan en deze gewoon een beetje zo. Als je de tijd hebt, zou ik het wel inderdaad gewoon even in 4 delen. Maar als je gewoon even snel moet, prima. Oké, guys, dit is mijn haar. Ik had verwacht echt dat dit echt super lang zou gaan duren. Ik ben echt in totaal gewoon 5 minuten bezig geweest met mijn haar. Klaar, kijk dan. Het is natuurlijk niet zo super stijl als met een stijltang. Ik denk ook wel dat dat kan hoor, want dit is echt wel stijl. Dus als je echt heel rustig gewoon de tijd neemt, ben je sowieso eerder klaar dan met een stijltang. Wauw, ik kan dit ding niet wegzetten. Oké, serieus. Ik vind het echt heel fijn. Oké, nice. Oké, guys, dat was mijn review over de Salon Straight. Ik ben eigenlijk heel super tevreden. Eigenlijk gewoon zelfs een beetje verbaasd, want ik vind mijn haar echt heel fijn zitten. En dit soort dingen doe ik eigenlijk alleen maar met de stijltang. Niet eens als ik mijn ronde foamborstel gebruik. Dus ik ben echt super tevreden. Ik ga even linkjes voor je zoeken voor deze. Mocht je hem willen gebruiken of ken je iemand die hem ook een keer wil gebruiken. Dan kan je hem bestellen, kan je hem proberen, weet ik veel wat, be your own guest. En deze stops van Gliscure, die kan je gewoon in de bij het kruidvat kopen. Trekpleister, Albert Heijn volgens mij. Dus dat is gewoon in de winkel te krijgen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Hij was kort maar krachtig. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Een heel fijne 2018. Want dit was de eerste video. Had ik net al gezegd. Heb je nog niet geabonneerd? Ga dat even doen. Want het doel voor dit jaar is gewoon 10.000 volgers halen. Gewoon, we hebben nu een familie van 1200 mensen ongeveer, zitten we op. Dus laten we gewoon even wat groter, hè, groter, 10.000 of zo. Vind ik echt een mooi aantal, dus laten we dat gaan doen. Vertel je vrienden, iedereen, dat ik video's maak. En, oké, even zonder dollen. Ik hoop dat je het leuk vond, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, doe een duimpje omhoog, laat even een leuke reactie achter. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!